De stichting Stop Geweld Tegen Vrouwen bestaat deze maand 25 jaar. In dat kader wordt er een mini-informatiebeurs gehouden met als thema welzijn voor en in het gezin. De beurs begint morgen en duurt tot met vrijdag. Met deze informatiebeurs wil de stichting meer informatie verstrekken over de activiteiten die worden ontplooid door de diverse overheidsinstanties en NGO's met betrekking tot de preventie en bestrijding van geweld in het gezin. Volgens Margot Bien, directeur van Stop Geweld Tegen Vrouwen, levert de stichting al 25 jaar een bijdrage aan de preventie en bestrijding van huiselijk geweld. Dit gebeurt middels psychosociale hulp en begeleiding, voorlichting, training en dataverzameling. Als je zegt je bestaat 25 jaar, ja, dan wordt verwacht dat er een behoorlijke daling is, ja, in de gevallen van huiselijk geweld. Maar het is toch een op- en neergaande beweging, omdat we zeggen aan de andere kant zijn er veel meer mensen bewust geworden, en voornamelijk vrouwen, bewust geworden van het feit dat eigenlijk huiselijk geweld onacceptabel is. En dat ze nu meer dan ooit, zeker in vergelijking met vroeger, toch wel de stap durven te nemen om toe te geven dat er geweld tegen hen is gepleegd. En ook om te durven naar hulp te komen zoeken. En daarvoor komen ze onder andere bij de Stichting Stop Geweld Tegen Vrouwen. Dus het is, je kan het van twee kanten bekijken. Enerzijds zeg je van, je ziet nog te veel gevallen van huiselijk geweld. Vaak ook helaas met een fataal einde. Maar aan de andere kant zeg je, er zijn heel veel vrouwen heel erg bewust geworden van het feit dat ze niet moeten accepteren dat er geweld tegen hun en ook tegen hun kinderen wordt gepleegd. Margot Bien, directeur van de stichting Stop Geweld Tegen Vrouwen. De stichting bestaat deze maand 25 jaar. En in dat kader wordt er een mini-informatiebeurs gehouden. In het programma In Gesprek Met kunt u het volledige interview met mevrouw Bien zien.